Ja, we hadden het er net al over. Trudy van Roy uit Bokstel. En Trudy is freelance tekstschrijver. Met zo'n 20 jaar ervaring al. Ongeveer rond die koers, begreep ik met schrijven. Toch? Ja. Ja, en je hebt je eerste roman uitgebracht. Zo heb je mij genoemd. Ja, Geert. Hoe voelt dat? Hoe voelt het voor jou als ik jou bij je naam noem? Ik, ja. Ja, ja. Ja. Vertel, ja. Hoe voelt het dat je je eerste roman hebt uitgebracht? Nou, dit is iets wat ik al heel mijn leven wilde. Ja. En het is nu aan het gebeuren. Ja. En dat is heel bijzonder, vooral ook omdat het het verhaal is wat ik heel graag wilde schrijven. Ja. Ja. En het past ook heel erg goed bij de onderwerpen die tot nu toe behandeld zijn. Want het gaat namelijk over de stokoude Helena van 94, die ergens in een huisje in de Gilders woont. En die op zoek is naar haar kleindochter, aan wie ze haar geheimen wil overdragen over de streek. Het zijn gewoon kruidengeheimen, rituelen. Ik heb allerlei dingen gefantaseerd erin. En die wil ze overdragen op haar kleindochter. Daar heeft ze al heel veel aan overgedragen. Maar door een conflict in de familie heeft ze die opleiding aan die kleindochter moeten stoppen. Want er is er door een ruzie geen contact meer. Het meisje was toen 13 zo. En nu is ze in de 40 en nog steeds komt ze niet terug. Het is dus een bewuste keuze om niet terug te komen. En de zoektocht gaat dus naar de kleindochter, maar tegelijkertijd ook naar de reden van waarom komt ze niet terug. En door het hele verhaal leren we eigenlijk over het leven van die kleindochter. Ja. En we ontdekken eigenlijk dat die Helena zelf niet doorheeft wat ze gedaan heeft. Tussen de regels door is wel te lezen, zijn er dingen te lezen waarvoor jij ingeschakeld zou worden. Mm-hmm. Maar daar is ze zichzelf niet van bewust en ze bagatelliseert het ook. Ze praat over, ze zoekt andere redenen. En op deze manier, door het verhaal, tussen de regels door, lees je dus wat haar is aangedaan. Maar hoe kwam jij op dit onderwerp? Het kwam vanuit het conflict. Waardoor is het conflict ontstaan? En toen ik dat ben gaan onderzoeken, kwam ik op dit verhaal uit. En het kwam erop neer dat er op een bepaalde manier naar iemand gekeken wordt. Vanuit een wat is normaal wereld naar een andere wereld waar andere dingen normaal zijn. Mm-hmm. En die twee zijn in botsing gekomen. En iemand uit die ene wereld waar andere dingen normaal zijn, is naar die andere wereld gegaan. En zo zijn ze dus gaan kijken naar. Ik kom even niet zo goed uit mijn woorden. Nee, maar ik wil weten, hoe ben je op dit onderwerp terechtgekomen? Weet je wel? Wat is je inspiratie geweest om dit boek, wat je net vertelt, het verhaal te schrijven eigenlijk? Ja, ik ben op een andere manier begonnen. Eerst was het verhaal geschreven vanuit het perspectief van de kleindochter, die de boerderij erft van haar oma. Ja. Waarin allerlei herinneringen te vinden zijn. Ja. En dat werd nogal een druk verhaal, want die vrouw is gewoon van deze tijd, heeft een baan, heeft kinderen en alle verwachtingen die er maar zijn. Ja. Je moet er leuk uitzien enzovoort. En het werd zo'n druk verhaal dat ik het omgedraaid heb en het heb geschreven vanuit het perspectief van de oma, die veel rustiger leven leidt. Ja. En op die manier kon ik de herinneringen veel beter neerzetten in het verhaal. Ja. Maar is het gebaseerd op fantasie of is het gebaseerd op realistische onderwerpen? Want wil ik een beetje voelen. Ja, ik heb een zoon die een lichamelijke handicap heeft. Ja. En daardoor kom je automatisch in aanraking met allerlei therapeuten. Mm-hmm. En allerlei andere mensen in dat medische wereldje. En de meesten, daar gaat het hartstikke goed mee. Die zien ook echt gewoon de mens en niet het handicapje of, mm-hmm. Of de functie moeder, zeg maar. Ja.
Maar soms word je ook echt benaderd op een manier die gewoon niet klopt met hoe ik ben, hè, als moeder zijnde. Ik ben bijvoorbeeld niet een moeder die het heel erg leuk vindt om vlaggetjes te gaan knippen en op te gaan hangen. Ik vind het leuk om echt op taal bezig te gaan zijn. En dus ja, je wordt, nou ja, er zijn ontzettend veel voorbeelden die toch ook heel vaak negatieve bijklanken hebben. Dus het is nou niet zo leuk om over te vertellen. Nee. Maar het is wel zo dat als je elke keer op een bepaalde manier benaderd wordt, dat je dan probeert te voegen naar die verwachtingen. Ja. En dat gaat gewoon fout, want je bent zo niet. Ja. En dat frustreert en dat gaat gewoon knallen. Ja. En je kunt beter gewoon zijn zoals het in je eigen natuur ligt. En als iemand je anders je steeds wil vormen tot iemand zoals je niet bent, ja, dan gaat het gewoon fout. Ja. En daar is de kern, ja, van het probleem. Ja. Wat was nou voor jou de aanzet? Want is het echt, was het een, je hebt bijna 20 jaar ervaring, hè? Ik heb computercursus geschreven. Educatieve boeken en cursussen, ja. Ik ben ook nog bij jullie geweest. Ja. Wat zei je? Ja, jullie hebben nog ooit contact gehad? Heb ik ooit een cursus gegeven. Ja. En wat me zo, want er zitten ook stukken van ervaring die ik bij hun heb opgedaan, ook in het boek. Dus daar vertelde ik jou net over. Ja. Wat ik zo mooi vond is dat jullie iedereen ook collega's noemen. En, maar ja, goed, dus er is ook een werkplaats, hè, waar mensen inderdaad bijvoorbeeld de blauwe oogjes op eentjes moeten plakken. En dat iemand compleet door het lint ging toen hij een groen eentje moest plakken. Nou ja, dat stukje heb ik dus ook verwerkt in mijn boek. Ja, het zegt anders zijn, maar hoeft niet anders dan, hè? Anders dan de norm. Ja, ja. En Was het voor jou een droom om een roman te schrijven? Of wat is de aanzet geweest om voor die roman te gaan? Nou, ik was kleuter en toen wist ik al dat ik dit zou gaan doen. En ik wist, ik wilde schrijfster worden. Wat moet ik doen? Ik was een jaar of 9, denk ik. En toen vroeg mijn moeder, wat moet je doen om schrijfster te kunnen worden? Ja, dat weet ik niet. Bel maar een uitgeverij. Dus ik zeg, hoe kan ik een uitgeverij bellen? Wat is het telefoonnummer? Hier is het telefoonboek. Het telefoonboek erbij gepakt. Bij Den Bosch gekeken, want hè, dat doe je dan als je in Geemonden woont. Ja. En, je kwam gelijk bij die grote uitgeverij gebeld. En gevraagd van wat moet ik doen als ik schrijfster wil worden. Ja. En toen hebben ze me verteld. Ja, toen was toen nog geen schrijversopleiding zoals je die nu hebt. Maar zeg, ga eens een leraaropleiding doen in een taal. Hè, Engels of Nederlands of Frans. Dan leer je heel veel over literatuur. Dus dat, of je kon ook journalistiek doen, daar ben ik voor uitgeloten. Dus toen was het Engels. En heb ik heel veel geleerd over hoe een boek in elkaar steekt en, enzovoort. Creatief schrijven, colleges gevolgd en zo. Ik stel me nu voor een meisje van 9 die alleen maar op de kamer zit, verhaaltjes zit te schrijven. En, ik keek door mijn raam. Die helemaal in een droomwereldje leeft. Wat was jouw eerste verhaaltje? Ik keek door het raam en ik keek op de hoogte, want dat is het uitzicht van het slaapkamerraam van mijn ouders. Ja. Nou, daar, ik heb al die oude gehuchten, dus Celis, waar Iris woont. En de Hoogert, Kasteren, Terenheide en al dat soort oude gehuchten heb ik gefantaseerd als een oud netwerk waar mensen wonen die elkaar op een andere manier weten te vinden. En ik heb het verhaal gesitueerd in de Gilders, maar er zitten ook Venrode, hè, die grafheuvel. Die heb ik er ook in gefantaseerd. Nee, maar in de even terug gewoon naar toen je nee. Wat was jouw eerste verhaaltje wat je geschreven hebt? Ja, het ging over een konijntje, denk ik. Ja, ja, ik heb gewoon heel veel geschreven. Ook schoolkranten vol geschreven, schoolkranten opgericht. En wat maakt schrijven dan zo leuk voor jou? Ja, de verhaaltjes, hè? Ja, ja. Ja. Verhaaltjes bedenken en dat daar dingen in verwerken die je in het leven tegenkomt. Ja. Ja, ja en proberen te achterhalen wat nou de bedoeling is van dingen die in het leven gebeuren. Ja. Wat vinden de uitgeverijen van je boek eigenlijk? Ja, de meeste waren positief. Hier ben ik weer. Zoveel jaar later. Ja. Ik denk dat ik Malmberg gebeld heb toen. Ik weet het ook niet. De educatieve uitgeverij, denk ik. Nee, ik heb natuurlijk heel veel cursusboeken geschreven die over de hele wereld zijn gegaan. Engels, Nederlands, Spaans, vertaald enzovoort.
Maar ik dacht, nou wil ik echt mijn eigen verhaal gaan schrijven. En dat heb ik toen gedaan. En opgestuurd naar uitgeverijen. Eén hoofdstuk opgestuurd naar een wedstrijd en naar een literair tijdschrift. Nou, hoofdprijs en geplaatst in een literair tijdschrift. Ambo Antos, laat de rest ook maar komen. Dus het ging eigenlijk wel goed. En alleen het feit dat het hier in deze streek speelt en dat het inderdaad een verhaal is wat lastig is om te verkopen, omdat het over stereotyperingen gaat, waar ik ontzettend tegenaan schop. Mm-hmm. En in marketing draait het eigenlijk heel erg om stereotyperingen en om de vakjes te leven. Yeah. Maar ik heb gewoon ontdekt dat het leven ook buiten de stereotyperingen, buiten de vakjes juist plaatsvindt. Want het leven is niet eerlijk. Er zijn geen spelregels. Ja. Ja. Ik heb jouw website even bekeken. Ja. Ik lees een aantal quotes even voor. En dan wil ik graag jouw reactie op van je website. Quote 1. Creatieve ervaren docent en schrijver van educatieve teksten. Ja. Nou, dat heb je net eigenlijk al, heb je al een beetje uitgelegd. Is handig met techniek, maar zet dit alleen in wanneer dit nuttig is. Ja. Wat moet ik daarvoor? Je hebt bijvoorbeeld de appjes. Ja. En ik heb er een bloedhekel aan om een appje te bedenken alleen maar omdat het moet. Want dat is nou. Er moet een appje komen, dus maken we een appje. Ja, ja. Maar ik vind gewoon dat het in eerste instantie functie moet hebben. Ja. En voor Museum Romeinshalder in Sint-Michielsgestel heb ik een audiotour gemaakt. Waarbij het appje ook echt een doel heeft, namelijk zo goedkoop mogelijk op een heel simpel plaatje mikken. Waarmee de audiotour begint. Geen dure app, een gratis app. Waarmee je het verhaal tot je kan komen, de informatie kan krijgen uit die vitrine. Mooi. Ja. Dus op die manier kijk ik heel erg tegen techniek aan. Ja. Ja, het moet echt functie hebben, anders dan doe ik er niet mee. In quote 3, helpt gepassioneerde mensen die hun kennis willen overdragen. In eigen tijd. In eigen tijd, ja. Dan laat jij daar weg. Ja, ik geloof heel erg in mensen die over hun eigen tijd mogen beslissen. Ja. Ja. Goed zo. Ja. Ik ben helemaal onder de indruk van. Je legt het. Heb je nog tips voor mensen die ook graag zouden willen schrijven? Of mensen die schrijven, die gewoon mooie dingen in hun hoofd hebben? Nou, eerst wil ik nog zeggen dat mijn boek uitgegeven wordt via uitgeverij Pixus Publishers. Ja. En zij hebben op dit moment meer boeken uitgegeven over die in deze streek leven. Dus dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Hè? Ja. Tip voor mensen die willen schrijven. Ja, lezen natuurlijk. Hè? En doe een cursus. Lees boeken over schrijven. Maar vooral leef zelf eerst eventjes voordat je gaat schrijven. Ja. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Heel goed. Dankjewel voor je komst. Ja. Super. Voor de mensen thuis die jouw boek ook willen lezen. Stuur even een berichtje op onze Facebookpagina. Of stuur een berichtje even naar info@omroepdommeland.nl. En dan komt het ook vast goed. En dan weet ik zeker dat ze ook bij jouw boek terecht kunnen komen. Ik ben zeer geïnteresseerd.